de eisen te formuleren. Maar waarom ik even de vraag gesteld, de eisen te formuleren, antwoord ik. En zo werd ik een schilder van de spellingen. Een schilder van de kil. Een schilder van grote kruisingen, verspellingen binnen het doek, die de gaafheid van de schilderij scheuren. Ben ik nog onschuldig? En nu? Met het mes nog dicht op de keel, nu alles zeggen gezegd is, zonder enige resultaat. De bluf van het geluk met leugens is doorzeed. Nu geen enkele strategie ons nog kan helpen de waanzin te overstijgen en alleen de intensieve tijden die geen schuld hebben. Nu dringt zich de vraag: zijn wij mislukte schilders? Hoeveel zijn er van ons die begrijpen dat schilderen betekent afhankelijk zijn van iets dat buiten onszelf is? Ik hou alleen maar van negers, de negers van het schilderen, die van accident naar accident struiken. De zwervers, de analfabeten, de visionaire, de gebrekkige, eenodige, kreupelende krokodillen in de woestijn, de verwonderde, de ontstelde, die als de bomen aan hun sappen leiden en niet het vallen van de bladeren. Na eigen, met maag en vlees, flauwekul. Naast het wind, landschap en modder, rotstof. Werken is hypothetisch maken. Daar sluiten hoofd en zenuwen bij elkaar aan. En dan steeds weer opnieuw en kijk wat moet je vergissen. Luciditeit is juist weten dat je in het drama van de existentie, dus van de schilderkunst, alleen maar geboren en herboren wordt uit je eigen manifestaties. De eenzaamheid. De eenzaamheid van de leger. Verlangen is verwerkt. Scheiding is verlangen. Het verlangen begint na de lidmaking. Er zijn er die beland maken door besef. Hamlet is bij voorbaat verloren, hij is al gedood, dus op schuld van gebracht, voor de vader, voor de vader. Of kan niet begrijpen. Begrijpen, als je jezelf het gemist maakt om overtuigen dat je begrepen hebt, is slechts het gevoel van bevrediging. Nee. Het doel moet vooral niet begrepen worden. Het zal je beperking, dus je vernietiging. Trouwens, de achterkant van onze achterste billen is altijd de melancholie. Onbegrijpelijk melancholie. Een doek is een delirium voor binnenkant. Elk delirium is een ongehoorde poging jezelf opnieuw op te bouwen, een schijn van eenheid voor jezelf uit te vinden. Jezelf te bewijzen dat je een totaliteit hebt. Eenvoud is te eisen, het te veel is verboden. Eenvoud te bereiken is het grootste belang. Wat doen? Wat blijft er nog te doen? Doorgronden. Niks anders. Doorgronden. Rabat. De huid. De obsessie van erachter de huid van het schilderij gebeurt. Is het beeld van het drama in zijn ongrijpbare eenvoud. De reflectie, een mogelijkheid van troost. Binnengaan in de icoon is toevlucht vinden in de ruïne. Een mens die zich heeft geschilderd en zichzelf als schilderij heeft gezien, kan niet meer leven of sterven zonder vis-à-vis met een icoon, zonder zijn aanwezigheid in de icoon. De neer, Piet van kunstenaar, priester, kunstenaar, monnik.
Hij offert zichzelf. En de offerande arriveert lang. Nou, kwestie van generositeit. Homogeniseren is ter dood brengen en de norm zal nooit het toeval aanvaarden. De mens is alleen maar tot geraden ontstaan. Niet alleen in het alledaagse, en hier wordt misschien niet bij de kwelling, we zijn nooit eindigende reeks van onontkoombare handelingen, slechts een eindeloze herhaling van de dood, maar ook het leven zelf, door de dood ontwikkeld, herhaalt zich onophoudelijk. Niet makkelijk, het toeval. Je kent het niet. Het is een engere mondkop die de schipper laat kiezen uit een gigantische man. Keuze door. Let op, neger, maak de juiste keuze. Het geschenk van het toeval, dat is dat helpen de herhaling nieuw te maken. Ja, neger. Als ik aan jou denk, denk ik aan je doeken. De doeken die tussentijd te maken. En op een boek is het teruggekomen. En nog duizend en nog honderdduizend keer komt de doeken in mijn moei. Alleen verwondering laat het moeilijk doen. En het toeval vorm en het wezen van. En nog een andere lumineuze en diepte opmerking. Want ze raken door de handen, dat dat altijd een moeilijk moment. Wat je verlangt, is altijd ook wat in de handen maakt. Mankeert. De ontmoeting in het gebrek. De spiegel. Altijd de spiegel. Altijd de reflect. Gekozen heeft. Je zo vaak te zoeken. En met dit toeval ook een accident. Het onvoorziene, het oncontroleerbare. Die je hebt. Je bent. Die je belaagde onschuld. Om in de gigantische mand van het toeval dat stralende iets te kiezen, dat maakt dat je zoeker verwonderlijk waar wordt. Fugère zegt, opvangcentra voor andere negers, negers, zoals ik. Omdat je zelf in de magie, in de haar en in de steeds heeft je bijna alles wat een mens komt geleerd, als een mens beschouwd worden, ontstoken. Maar je hebt geleerd om afwezig. Zonder van je zoeken door te opstaan, onderweg, in je lijf. De ziel ligt in het geduld. Het mogelijke is ontzettend. Verwond je schilderij, haar wond zal hem genezen. Onschuld is het precies nooit het ergste ontwijfeling. Philip van den Bergen.